Sexy boy, sexy girl, sexy whatever. Music. Are you ready? Here we go. 2003 is the place to be. Elke donderdagavond, bank vol met mensen together. Gay, straight, bi, trans, boy, girl, woman, everybody. It was amazing. Yes, en ik sta hier voor de Marktkantine. Vanavond is hier Rosh the Resurrection. Je kent het wel, Rosh van vroeger in de Escape 2001, daarna in 2008 gestopt. Hier de Resurrection, de Marktkantine Amsterdam. Komen jullie mee? Kom maar even naar binnen, dan gaan we even kijken wie er allemaal binnen zitten. Kom mee. That's what I was waiting for. I don't know what to do. Hello. Buonasera. Buenas noches. Buonanotte. How do you guys feel tonight? In the back by the bar. How do you guys feel tonight? Like you feel good if you don't feel me in the fuck out, you know? You're tired. We zitten hier vanuit Amsterdam in de Marktkantine. Vandaag Rosh Resurrection. En voor mij, wie anders dan ook dan de hostess van vroeger van Rosh, Miss Nikki Nicole. Mag ik een applaus? Yeah! Chill. Rust. Nikki, welkom. Thank you. So happy to be here. So blij om hier te zijn. Het voelt lekker, because it's the resurrection. It's the renaissance, een nieuwe leven, nieuwe gedachten. Ja, nieuwe bewegingen in je leven. Voor iedereen, niet alleen maar voor de Rush. Jij thuis, nieuwe bewegingen in je leven. Wat brengt je tot nu? Sydney, je bent hier weer bij Rush the Resurrection. Wat verwacht jij vanavond? Ik verwacht dat het weer was als 10 jaar geleden. Dat iedereen in de rij stond om elke donderdag weer uit te gaan. Want Rush was toen echt een happening, of niet? En ik hoop dat het nog steeds een happening is en dat het terug blijft komen. Welke oude bekende van vroeger verwacht jij vanavond hier weer te zien? Nikki Nicole, Amsterdam. What do you expect of tonight, of Rush, the resurrection of tonight? What do I expect? Yes. Well, I have no expectations. Mm-hmm. No, I just live in the now. I live now. Now everything is wonderful. Now the music is great. Now the vibe is fantastic. So if I live in the now, I don't have time to look at and to expect anything. Because when you're expecting for something, that means you have a doubt of. And I have no doubts. So it's now. I don't expect anything. Whatever happens, we can blow up in 10 minutes. I don't know, but I look good. So, yes, you know, and I feel fabulous, darling. Do you know the Rush parties before of 2000, the years 2000? Of course, like 2002, 2003, and Escape was amazing. Very cool. What did you like the most about those times? Like, it was just like a legendary party, like with Nikki Nicole, like with the whole atmosphere. The ambience, people just like worked it out. It was just, I don't know how to explain it. It was just in a magical moment. The music, the people, like, you know, was amazing. It was amazing. Vertel ons iets over Rush van vroeger. Hoe is dat? Fantastisch. Ah, de Rush van vroeger was geweldig. Toch? Ja. Precies. Wat was de, laten we zeggen, ook de Nikki touch? De Nikki touch was de vibe. De vibe en de connectie met de mensen, met de gasten. Want wat belangrijk is, is wat je geeft aan je publiek, aan die gasten die komt, en wat ze geven je terug. Dus het is een beetje, toen was het al interactief, zonder de telefoon. Are we in different times now? There's no artistry, it's like no like passion in it anymore. It's like, you know, people are like, at home doing other stuff, like it's social media, like, you know, you can meet people via, where like years ago, like you went to the club, you looked hot, you had a great time, and then maybe you clicked, where now that's all done by internet, you know? So. Nee, it's connecting with the mensen. Connectie met de mensen, het interactieve, zeg maar. Hè? Want het is heel erg interactief. Want je kunt naar een bar gaan, je kunt naar een club gaan. Ja, en dan sta je daar met je vrienden. Je kunt wel gezellig, leuk. Ja, toppe avond. Ja, wat maakt het een toppe
avond. Waarom is het zo fantastisch? Is de mensen en jouw connectie met de mensen. Van de bar tot de toilet, tot de dansvloer, tot. Als iets tussen daar misgaat en het is niet leuk, dan is het helemaal niet leuk. Dus we praten over, I miss you, know, I'm Madame Soleil, you know, I'm Madame Sunshine now. So we talk about the good things. Avro, are you having fun? It's been spectacular. This gathering of the Rush has been spectacular. I have nothing else to say. It used to be done in the Escape. You know, it was a gathering from all of us. We're going to have a good time. Are you expecting to see a lot of people you knew before? Yeah, like Nikki Nicole. Oh, she's here. Our friend Nikki Nicole, you know, right? Yeah. Nikki, we hadden het net over muziek. Ik zie je ook al dansen. Jij bent warm, hè? Ik snap het. Zeker. Ja, precies. Maar even kijken, wat kun je me vertellen over vroeger ook, over Roche, zeg maar, met het muziek, wat het speciaal maakte? Vroeger is vroeger en nu is nu. Dat is heel Nederlands. Laat vroeger bij vroeger. Vroeger blijft bij vroeger. Nu is nu. Today is today. Succesformule was, iedereen kon zichzelf zijn. Iedereen kon doen en laten wat hij of zij wilde. En ik denk dat we dat weer moeten gaan doen anno 2017. Alleen maar voor de mensen die door de week werkten. En donderdagavond wou even een shake. Want dans en praten, dat is zo healing. Ja? Ze hoeft niet naar het psychiater. Maar het was... Ze hoeft niet daar over te praten en te doen. Ze praten in de club, ze dansen het uit. Goed voor de beweging, goed voor de maatschappij. Angelique en Heidi, wat vinden jullie tot zover van de avond? Echt die muziek, jongen, echt top. Top. I think it's just with Nicky's voice just brings you back. Exactly. Like, I just love Nicky's voice. Where Salvation or Rush was just... It's a legendary voice that just takes you back to a place where you were just like having the best time of your life. So we're gonna dance, we're gonna meet new people, we're gonna enjoy the music, we're gonna enjoy each other. Well, you can sleep with whoever you want. Peace, love, and happiness, tout va bien, get along better together, and that's the magic. Yeah. Thank you. Thank you so very much. We love Colin and Wesley. Yes. You're gonna check them out every month for their every movement in the city in Amsterdam. Love you guys. You will. Ciao. Hello, my name is.